Hoe voelt dat zo'n laatste dag? Nou, het is wel een beetje emotioneel en ook een beetje, ja, het is voor de klant en voor mezelf. Ik doe het al zoveel jaar, dus op een gegeven moment is het toch een keer even een dag dat je wat moeilijk, dat je het moeilijk hebt, laat ik zo zeggen. Nee? Ik zal u missen. Ik zal je missen. En nou ja, het is helaas. Ja, joh, bedankt voor het achternaam. Ja, dankjewel. Ik ga je missen. Ja, dankjewel. Ga je goed. Ja. Ik ben denk ongeveer de oudste klant. Ik ben al 55 jaar dat hij hier aan de deur komt, dus dat mooi poos. Altijd goed bevallen. En ik kan nou niet meer zo goed vooruit, dus nu kwam hij het bij me binnenbrengen. Frans is 72. Hij doet het al tientallen jaren. En ik gun hem een ontzettende leuke tijd hierna. Dat hij samen met zijn vrouw leuke dingen kan gaan doen. Maar ik vind het wel jammer. Ja, dat is hartstikke leuk, hè? Is dit goed ingepakt, Wil? Ja. We zijn goed bezig. Niet beschadigd. Prachtig. Ja, kijk eens even. Nee? Ja, is heel zo mooi. Ja. Knap werk, Jan. Ja. Alsnog bedankt, jongen. En je ziet eigenlijk wel dat de SFV-man aan het uitsterven is. Wat vindt u daarvan? Ja, aan de ene kant vind ik het niet leuk. Ik bedoel, ik heb het 55 jaar lang gedaan. En nou ineens, ja, het wordt steeds wat minderder. En ik vind het eigenlijk, een stukje nostalgie of zo, weet ik. Nostalgie? Nostalgie. Ja, ja, het is inderdaad nostalgisch. Vroeger kwam natuurlijk de groenteman aan de deur, de bakker kwam langs, de melkboer. Frans is eigenlijk een van de laatste Mohikanen. Zo? Ja, lekker? Ja. Vind je het leuk? Lekker? Wat gaat de gemeenschap missen aan hem en zijn SRV-wagen? Nou ja, ik denk best heel veel. En er waren natuurlijk ook wel klanten echt wel die helemaal verslag waren. En tot huilen aan toe. En dat is natuurlijk echt wel triest. Ja, het is een goed recht, maar ik vind het wel jammer. Ik ga hem missen. Gewoon de praatjes en alles. Dus het is gewoon jammer dat hij ophoudt. Maar ja, hij is 72, dus dan heb je niks meer te willen, hè? Ja. Rustig hoor, zegt iedereen. Ja, gefeliciteerd ja. En groeten allemaal. Dankjewel. Hey, bedankt, Wilma. Jij ook bedankt. Ja. Ja, ik stop omdat ik ook mijn leeftijd heb en ik heb al gezegd, ik heb ook wat problemen met mijn knie. En mijn vrouw wil ook een keer stoppen na zoveel jaren, zeg maar 73 jaar is mijn vrouw en ik ben 72, dus er wordt een keer tijd om te stoppen, dacht ik zo. En ik heb nog drie schatten van kleinkinderen waar ik ook de dag mee opvult en van school haalt. En ja, al met al ben ik er ook druk mee.